Vrijwilliger en erelid van SV Urk Piet Tol genoot gisteren van de wedstrijd tussen zijn club en buurman Flevo Boys. SV Urk won in eigen huis met 3-0. Ja, dit is top. Dit is top. Hier doe je alles voor. Ik bedoel, dit is doe je vrijwilligerswerk voor. Dit is voetbal. Prachtig. Flevo Boys heeft geen één kans gehad. Gewoon geweldig van die jongens. Nu wordt er ook al geroepen vanaf de tribune. Kampioen? Nou ja, dat is nog wel heel vroeg natuurlijk. Maar ik bedoel, als je dit presteert, 5 wedstrijden, 4 gewonnen, 1 gelijk. Nou ja, dan doe je het toch goed. En ja, dan krijg je die geluiden. Maar ja, dat zijn wel hele erg optimisten hoor, die dat roepen. En durf je daar niet in mee te gaan? Nee, niet direct. Bij de helft van de competitie kun je zeggen van, nou zie je dus. Hoe houden ze zich conditioneel en alles? En maar als ik dit zie zoals vandaag, dan lijkt mij de conditie wel aardig goed, ja. Piet is in mijn ogen een clubheld. Volgens mij is hij eruit en thuis. En als het even niet weer in de ploeg, dan hoor je Piet schreeuwen. Dus dan weet je dat je er even een tandje bij moet doen. Ja, krijg je dat mee? Ja, dat krijg je mee, want Piet schreeuwt zo hard op de tribune, dat hoor je echt wel, ja. Ik ken die jongens al vanaf dat ze in de Effies, de C'tjes, D'tjes. Ze hebben altijd met onze Gerrit, die nu net gestopt is, maar dik is van Gerrit zijn leeftijd dan en zo. Ik bedoel, dus dat geeft een extra kick. De wedstrijden op zaterdagmiddag zijn altijd een mooie afsluiting van een week hard werken op de club. Tol heeft de afgelopen jaren als vrijwilliger veel gedaan voor zijn clubje. Dat moet in je hart zitten. Mijn jongens hebben allemaal, en dat voordeel heb ik misschien wel, dat het me zo bindt met de club. Alle 6 jongens van mij, van ons, van mijn vrouw en ik, laat ik dat zeggen, hebben in Urk 1 gespeeld. Dus ik heb heel veel binding met de club. Altijd al gehad. Ik heb het altijd met heel veel liefde gedaan en nu nog. Alleen, je merkt wel dat je ouder wordt. En ja, er is weinig opvolging, want er is heel weinig opvolging voor de oudere mensen. We hebben er hier nog heen lopen, 86, 89, 78. Maar ja, die man die kan ook niet zoveel meer. En we moeten iedere keer moeten die netten geboet worden en de netten aan de doelen gehangen worden. En dan deed je altijd vrijwilligers. Ja, dus jullie zijn eigenlijk op zoek naar wat jongere krachten die erbij komen? Ja, nou, dat zou heel mooi wezen als die zich bouwen aanmelden of dat we vragen. Zeg niet altijd nee, jongens, kom op en help mee op het terrein. Speel je maar 2 uurtjes in de week, dan bennen wij alweer een heel eind. Er is op zo'n groot amateurclub als SV Urk altijd veel te doen. Tol geeft toe dat je als vrijwilliger veel tijd in de club moet steken. Ja, nou ja, kijk wat daar staat, die tribune. Daar ben ik 2,5 jaar mee aan het bouwen geweest, samen met heel veel mensen. Maar ik ben echt iedere avond daar bezig geweest, 2,5 jaar lang. Iedere avond en iedere zaterdagavond, behalve vrijdagavond, want dat was mijn clubavond van biljarten. Het moeten de jongens wezen die stoppen met werken. 65, 66, die nog een beetje vief zijn om hier nog wat te kunnen doen. En dat hopen wij op, dat die nou komen. Maar we hebben al heel veel gevraagd en jammer genoeg altijd heel veel nee op het orkest.